Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Mirjam en ik ben auteur van inmiddels 9 jeugdboeken en ik werk natuurlijk aan nog veel meer nieuwe projecten. In de video van vandaag ga ik je een week aan mijn schrijfleven laten zien en wel een voor mij best wel speciale week, namelijk de eerste volle week van juli, dus de eerste week van Camp NaNoWriMo. Dus je krijgt een beetje de start van mijn nieuwe project mee, hoewel helemaal officieel de start van het nieuwe project is het niet, want in maart heb ik al het eerste hoofdstuk geschreven aan dit verhaal, zonder dat ik verder ook maar enige, hoe zullen we het eens noemen? Ik had gewoon geen voorbereiding gedaan, maar ik had zin om het hoofdstuk te schrijven. En dat zet ergens ook wel een beetje de toon voor het verhaal. En toen dacht ik, ja, ik moet hier echt verder mee gaan. En nu heb ik genoeg voorbereid. Ik heb een hoofdstukindeling liggen. Ik heb personagedossiers liggen. En het gaat gewoon goed komen, hoop ik. Vandaag denk ik dat ik niet heel veel aan schrijven toekom. Het is al 11:30 en ik moet over 2 uur aan het werk zijn in de boekhandel. Dus, heel veel schrijfwerk zit er denk ik niet in, want vanavond ben ik gewoon moe. Maar dat geeft niet, want de rest van de week is er ook nog. En dat wil ik dus een beetje met je gaan delen, hoe het eruit ziet. Ik heb net al wel een paar kleine laatste voorbereidingsdingen gedaan. Ik heb even gekeken op de site van Camp NaNoWriMo. Het is nu 4 juli, maar 1 en 2 juli heb ik helemaal niet geschreven. Omdat toen, we zaten met de opening van de nieuwe winkel en toen kwam ik er gewoon niet aan toe. En ik moet nu 1429 woorden per dag schrijven om aan mijn einddoel te komen. Dat is 40.000 woorden. Ik zou het liefst nog meer schrijven, maar eerst dit maar. En ik denk dat het op zich wel moet lukken. Ik denk dat vandaag die 1429 hoop ik wel te halen. En dan ga ik de rest van de week ga ik natuurlijk ervoor zorgen dat mijn wordcount weer helemaal bijkomt. Want ik zou vandaag, als ik iedere dag mijn woorden had geschreven, zou ik vandaag 5161 woorden hebben. Maar ja, dat gaat hem niet worden. Maar ik hoop aan het einde van de week, dan is het 9 juli, zaterdag 9 juli, moet ik 11.613 woorden hebben. En ik hoop eigenlijk dat ik er dan al een stuk meer heb. Maar goed, we gaan het gewoon zien. Ik doe het rustig aan. Mijn belangrijkste doel is om 1 hoofdstuk per dag te schrijven. Nou, hoofdstuk is bij mij gemiddeld 2000 woorden. Dus dan zou ik in principe zaterdag op de 12.000 woorden moeten zitten. Maar ik hoop natuurlijk wel. En ik ga er ook wel een beetje van uit dat ik op bijvoorbeeld donderdag deze week dat ik meer hoofdstukken kan schrijven. Daar ga ik in ieder geval wel voor. Dit is dus een video van een reeks korte video's waarin ik iedere dag vertel wat ik de dag ervoor gedaan heb. En wat ik die dag van plan ben om te doen. En dan zie je in de video daarna of het gelukt is. En ik heb een nieuwe aanwinst. Misschien heb je hem ook een beetje gehoord. Maar ik heb dus een wekkertje gekocht. En nu hoop ik ook timelapse filmpjes te maken. Dat je het klokje kunt zien bewegen. Ja, echt. De dingen die we kopen voor een perfecte vlog. Ik vind het klokje verder irritant. Want hij tikt. En dat brengt me meteen bij mijn tweede voorbereiding. Ik heb een playlist op Spotify gemaakt. Voor het verhaal. Ik ga het niet laten zien, want dan denk ik dat je misschien een paar spoilers hebt van wat er in het verhaal zich kan afspelen. Maar goed, dat... aan de andere kant, als je het ziet, ja... Je weet nog steeds niet hoe het in mijn hoofd allemaal aan elkaar gekoppeld is. En sommige liedjes heb ik er ook opgezet omdat ik ze mooi vind. En omdat ze me herinneren aan waarvoor ik schrijf en niet zozeer aan het verhaal. En dan denk ik vooral aan het lied. Ik zie hem hier staan. Ik wil het toch even vertellen. Het lied Only Jesus van Casting Crowns. Ik heb op deze afspeellijst de akoestische versie. Maar het is soort van mijn idee om deze voortaan op elke playlist van een boek dat ik maak. Om hem erop te zetten. Omdat het me eraan herinnert waarom ik boeken schrijf. Niet voor mezelf. Maar voor een groter doel. Dus. En als je wilt weten wat het is. Zoek het liedje op. En je hebt het antwoord. Ik ga gauw schrijven, want anders komt er vandaag natuurlijk helemaal niks meer van dat eerste hoofdstuk. Ik bedoel het tweede hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk ga ik nog wel even nalopen op bepaalde foutjes. Ik had hem namelijk meegenomen naar een bijeenkomst van de Schrijversacademie. Moesten we reageren op elkaars werk. En toen heb ik wat feedback gekregen die ik er nu alvast in wil verwerken. En ook dat het beter aansluit bij wat ik voor de rest van het verhaal wil vertellen. Dat ga ik ook doen. En misschien krijg ik vandaag niet dat tweede hoofdstuk af. Maar goed, morgen heb ik als het goed is iets meer tijd om te schrijven. Dus dan komt dat helemaal goed. Nou, jij kan gewoon verder kijken. Ik ga schrijven en ik vertel je morgen meer.
En dat is voor jou gewoon nu. Dat vind ik altijd zo raar in dit soort filmpjes als ik een weekverslag of zo doe. Maar goed, nou ja, je krijgt het idee ervan. En ik zie je nog steeds een beetje krom te doen met het koekje. Maar goed, ik ga schrijven en tot gauw. Nou, daar ben ik weer. En het herschrijven van het eerste hoofdstuk kostte me eigenlijk meer tijd dan ik had gedacht. Ik had gedacht, oh, dat is even doorlezen, twee regels weghalen en dat is het. Maar het was wel iets meer dan dat. En misschien ben ik ook wel dat ik te veel heb herschreven. Maar op deze manier, want normaal vind ik altijd dat je een eerste versie moet afschrijven voordat je aan het herschrijven mag beginnen. Maar in dit geval was het een beetje anders. Want ik had natuurlijk het geschreven zonder dat ik ermee, ja, zonder dat ik duidelijk voor ogen had waar het verhaal naartoe ging. Dus ik moest nu wel het een en ander herschrijven om ervoor te zorgen dat het verhaal aansloot bij de rest. En ik heb zeg maar niet echt op zinsniveau dingen verbeterd. Dat is trouwens iets wat ik deze week ook nog moet gaan doen. Dus dat ga je me waarschijnlijk ook wel zien doen. Het vierde deel van Samen is inmiddels zover dat ik het ga herschrijven op microniveau. Dus echt kijken naar zins, de zinnen of het allemaal logisch opgebouwd is. En ik ga ook heel erg op zoek naar de herhalingen zoals zuchten en met de ogen rollen. En dat mag gewoon niet zo vaak voorkomen, want dat doet het ook niet. Maar goed, bij een eerste versie maakt het allemaal niet zo heel veel uit. En uiteindelijk heb ik er maar liefst 118 woorden bijgeschreven. En dat is dan ook mijn huidige wordcount voor Camp NaNoWriMo. Ik ben op 0,29%. Je kan het allemaal net niet zien. Ik dacht, ik zet de camera zo neer dat je mee kunt kijken op mijn scherm, maar dat kan dus niet. Ik moet nu 1477 woorden per dag schrijven om aan mijn doel te komen. Als ik iedere dag een hoofdstuk van 2000 woorden schrijf, zeg maar op mijn schrijfdagen, dan zou het waarschijnlijk al lukken. Maar ik hoop natuurlijk nog iets meer te kunnen schrijven dan één hoofdstuk op een dag. Vandaag ga ik wel voor echt een hoofdstuk en dan ben ik heel blij als het gelukt is. En als ik dan ook nog het een en ander kan herschrijven aan Samen deel 3. Maar goed, dat ga je zo meteen zien. Ik ga het je voor mij morgen vertellen. Voor jou gewoon als je iets verder kijkt in deze video, dan zie je dat vanzelf. En toen was het alweer donderdag. Ik wilde gisteren echt een video opnemen en ik wilde echt schrijven. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik had nog een uur om te schrijven ofzo. Dus ik dacht, ik kan beter gaan schrijven in plaats van dit tijd besteden aan het opnemen van een video. Want waarschijnlijk gaat er toch niet superveel gebeuren. En uiteindelijk het enige wat ik echt gedaan heb is het hoofdstuk voorbereiden wat ik moest schrijven. Ik heb altijd een hoofdstukindeling. En dan als ik dat hoofdstuk ga schrijven, dan werk ik het wat gedetailleerder uit van welke scènes er plaats gaan vinden in dat hoofdstuk. En wie daarbij is en wat dat met het verhaal gaat doen. Dus dat heb ik wel gedaan, dus ik kan zo meteen aan de gang. Maar ja, gisteren was gewoon zo'n dag, die heb je wel eens, dan gaat er gewoon niks zoals je van plan was dat het zou gaan. Ik zou brood gaan bakken, dat was alweer een poosje geleden en ik had een nieuw recept van de glutenvrije recepten ding. Zeg maar, ik ben lid van de Nederlandse Celiakie Vereniging en één keer per kwartaal krijg je een magazine en daar staan vaak recepten in. En hier stond recept voor het perfecte brood. Nou, ik heb het nog niet geproefd, dus ik weet niet wat het gaat worden. Maar goed, in ieder geval voor dat brood moest er heel veel gebeuren. En toen wilde ik gaan bakken en toen bleek dat ik net weer iets niet had. Dus nou ja, het was een beetje dramatisch, laat ik het zo zeggen. En nou ja, uiteindelijk is het brood gelukt. Tenminste, ik weet nog niet hoe het smaakt, maar het is gebeurd. Maar goed, toen was bijna de hele dag al voorbij. En had ik nog geen woord geschreven. Dus dat ga ik uiteraard vandaag helemaal goed maken. Het is nu 9:50. Het is iets later dan ik had gehoopt. Maar nog steeds heb ik een hele dag voor me om te schrijven. Ik hoef vandaag niet te koken. Ik hoef eigenlijk helemaal niks. Alleen maar af en toe een stukje te lopen. Maar het weer is heel raar en wisselvallig. Misschien herinner je dat nog wel van donderdag 7 juli. Dus ik heb een kaarsje aangezet. Dit is een kaarsje met linnengeur. Daar hou ik ontzettend van dat soort geurkaarsjes. En het is heel raar. Oké, nu ga ik een heel uitgebreid verhaal vertellen. Ik hoop dat ik het heel snel kan. Maar je hersenen hebben bepaalde
bij bepaalde geuren hebben ze een bepaalde herinnering. Dus als jij een bepaalde geur rookt op een heel fijne dag. Stel jij ruikt rozen op de leukste dag van je leven. Dan gaan jouw hersenen automatisch rozen met iets fijns associëren. En op mijn beste schrijfdagen tot nu toe heb ik altijd zo'n linnengeurkaarsje aangezet. Ik moet zeggen, deze is niet heel sterk. Maar ik, kijk, mijn Woodwick, ik pak hem er heel eventjes bij, die is een stuk sterker. Maar die wil ik echt nu bewaren voor de winter. Dat is best een dure kaars. Hij gaat ook heel lang mee, dat moet ook gezegd worden. Maar goed, ik heb nu gewoon alleen een klein vaccine liggen. Omdat het kaarsje ook best wel veel warmte afgeeft. En het is nu natuurlijk, het is niet koud of zo, maar het is gewoon een beetje raar weer. En daarom wil ik graag een kaarsje aan. En wie dacht... Deze video gaat verder wel overschrijven. Maar wie dacht, zit Miriam nou gewoon de hele tijd aan planten drinken? In de voorgaande video's die je al gezien hebt. Ik drink meestal water. Maar in de winter drink ik best nog wel veel thee naast gewoon water. Maar in de zomer is thee gewoon te warm. Dus dat doe ik dan niet. Maar op een gegeven moment word je het wel een beetje zat. Altijd hetzelfde smaakje. Dus wat ik nu doe is met verse kruiden en wat fruit. Vandaag is diepvriesfruit. Gewoon een beetje water met een smaakje. En de afgelopen dagen had ik iedere keer munt en citroen en gember. Dat is gewoon een lekkere combi. Maar we hebben ook heel veel rozemarijn in de tuin staan. En die gaat een beetje over woekeren. Nu zijn rozemarijn en munt zijn twee planten die best wel kunnen woekeren volgens mij. En die staan in hetzelfde bakje. We hadden eerst ook nog basilicum en bieslook, dacht ik. Maar die plantjes zijn gewoon helemaal dood en daar is niks meer mee te beginnen. Dus wat we nu willen doen is de munt verplaatsen naar het bakje waar de basilicum en bieslook stond. Zodat we zeg maar een compleet bakje met... een heel bakje met munt kunnen hebben en een heel bakje met rozemarijn. Want dat zijn kruiden die we eigenlijk toch wel het meest gebruiken. Maar goed, vandaag heb ik dus rozemarijn, blauwe besjes uit de vriezer. Vandaar dat het water ook een beetje rozig is. Want ik heb het idee dat als je gewoon verse blauwe bessen gebruikt, dat het niet gebeurt. Had ook wel gekund, maar blauwe bessen zijn vrij prijzig. En die uit de diepvries zijn een stuk goedkoper. En er zitten ook nog twee schijfjes citroen. Ik heb vorig jaar bij de Albert Heijn een zak met allemaal citroenschijfjes gekocht. Die je gewoon kunt uit de vriezer. Nu had ik wel bedacht als dit op is, want er zit nog een heleboel in. Maar als die op zijn, dat ik dan misschien gewoon zelf citroenen koop, ze in schijfjes snijd en ze dan invries. Want ik heb het idee dat dat net zo goedkoop is, of misschien goedkoper zelfs, dan dat. Genoeg gepraat over thee. Ik moet gewoon nodig aan het schrijven gaan. Omdat ik gisteren niet heb geschreven, staat het wordcount wat ik nu dagelijks moet hebben nog weer hoger. Ik moet nu per dag 1522 woorden schrijven om aan mijn doel te komen. Als ik op dit tempo doorga, ben ik op 20 november 2022 klaar. En dan moet je dus 279 woorden per dag schrijven. Ik verbaas me er vaak over hoe weinig woorden je per dag moet schrijven om bijvoorbeeld in een jaar een boek van 100.000 woorden te schrijven. Dat is, ja, je kunt prima zelf uitrekenen. 100.000 delen door 365. Ik vind dat, zeker als ik kijk naar hoeveel woorden ik meestal per dag schrijf, vind ik dat heel erg meevalt. Ik hoop dat vandaag een 10K-dag wordt. Ik heb het niet... je kent vast wel mijn plansysteem. Ik heb het niet bij bare minimum gezet. Bare minimum is 5000 woorden. Maar eigenlijk vind ik dat vandaag wel echt dat ik echt wel 10.000 woorden zou moeten schrijven. Ik wil 4 hoofdstukken van het Camp NaNoWriMo project schrijven in ieder geval. En ik wil eigenlijk ook graag een hoofdstuk aan een ander project schrijven. Waar ik je binnenkort nog meer over hoop te vertellen. En ik wil een blog schrijven over mijn jaardoelen. Maar dat staat allemaal bij Good. Ik ga heel gauw aan de gang, want ik zie dat ik al heel lang aan het kletsen ben. En ik ben ook heel benieuwd hoeveel ik van al dat gekletsen in de video bewaar. Maar goed, ik ben dus geen plant aan het drinken. Er staat een kaarsje aan en ik ga heel hard schrijven vandaag. Zo, ik weet gewoon bijna niet waar ik moet beginnen. Het is inmiddels zaterdag 9 juli. En ik heb
Gisteren, vrijdag 8 juli, heb ik echt niks geschreven, niks gedaan. Normaal is vrijdag mijn content creatiedag, zoals ik het noem. Dus dan schrijf ik blogs en neem ik video's op en dat soort dingen. Maar er gebeurde iets en daardoor ging dat niet door. Dus ik probeer vandaag wat ik voor vandaag en gisteren had gepland op één dag te doen. Ik denk niet dat dat me gaat lukken. Maar vanavond moet ik oppassen. Tenminste, moet, dat klinkt zo heftig. Maar vanavond ga ik oppassen. En ik weet de vorige keer dat ik daar heb opgepast. Heb ik echt in de avond iets van 5000 woorden geschreven aan diverse dingen. Dus ik hoop vanavond gewoon veel te kunnen schrijven. En dan vertel ik je maandagochtend even, geef ik een snelle update van wat er uiteindelijk gelukt is. Ik hoop eraan te denken om vanavond een video te maken als dat lukt. En als ik aan mijn Camp NaNoWriMo project ga schrijven. Donderdag heb ik trouwens iets van 6000 woorden eraan geschreven. Ik ga heel even kijken wat de status nu is. Ik ben nog steeds niet helemaal bij, maar het gaat wel echt goed. Als in, kijk, om op schema te lopen zou ik vandaag 11.613 woorden moeten hebben. En ik zit nu op 8.705. Ik liep dus donderdag echt bijna op schema weer. En toen had ik eigenlijk bedacht dat ik gisteren nog één hoofdstuk zou schrijven. En dan zou ik helemaal op schema lopen. Maar daar is dus niet van gekomen. Dat hoop ik vandaag. Ja, ik hoop in ieder geval een hoofdstuk te kunnen schrijven vanavond. Dus dan loop ik redelijk op schema. En dan kan ik het komende week weer helemaal goed maken. En ik hoop ook echt dat er een beetje wat rustigere tijd aanbreekt. Dat ik me beter kan focussen en zo. Maar aan de andere kant, het is ook zomer. Dan is het gewoon warmer. En dan, ik denk er ook over om een soort zomerrooster in te stellen. Dat ik 's morgens vroeg veel schrijf en 's middags wat meer rust neem. Of dingen doe die ik ook beneden zou kunnen doen. Of in de tuin. Of zelfs in de bibliotheek. Want volgens mij hebben ze een airco in de bibliotheek. Alleen als ik alleen op mijn laptop ga zitten typen, dan krijg ik heel snel last van mijn polsen. En het toetsenbord dat ik heb, dat wil ik dus vanavond wel mee gaan nemen. Maar het is een mechanisch toetsenbord en die maakt best wel veel herrie. En dat voelt dan niet helemaal goed om daar in de bibliotheek mee bezig te zijn. Maar er zijn natuurlijk ook nog veel andere dingen die je kan doen in de bibliotheek. Zoals deel 4 herschrijven. En dan ben je toch wat minder met typen bezig. En dat moet nodig gaan gebeuren. Want ik heb deze week nog geen enkel hoofdstuk gedaan. Terwijl eigenlijk had ik vandaag als deadline ervoor opgesteld. Maar dat idee heb ik heel snel laten varen. Dus nu is de maand juli is gewoon mijn deadline. In juli moet het allemaal gebeuren. Ik dacht, dan ga ik in augustus naar mijn proeflezers. En dan hopelijk kan ik het eind augustus gaan herschrijven. Zeg maar eind augustus, begin september. En dan kan het september, oktober. Nou, ik hoop september naar de redacteur. Ik denk dat ze daar wel blij mee is als dat gaat lukken. Aan de andere kant, misschien dat ik volgende week gewoon even een dag pak. Dat ik dat ik gewoon de hele dag ga zitten herschrijven. Of in ieder geval een paar uur achter elkaar. Want ik weet, dat weet ik ook wel weer. Als ik er eenmaal mee bezig ben, dan vind ik het heel erg leuk om te doen. Dus het verhaal dat ik moet herschrijven neem ik vanavond denk ik ook gewoon mee als ik ga oppassen. En we gaan het helemaal zien. Ik ga gauw stoppen met deze video, want zo schiet het natuurlijk niet op. Nou, zoals beloofd nog een slotvideo in deze reeks. Het is maandag 11 juli en het woordaantal van mijn Camp NaNoWriMo project na de eerste volle week, en dat was ook de eerste week dat ik ging beginnen, een week geleden schreef ik voor het eerst aan dit manuscript voor NaNoWriMo. De eindstand is 10.463 woorden. Dus in principe heb ik iets meer dan 10.000 woorden geschreven vorige week. Als ik dat iedere week zou doen, dan zou ik prima aan mijn NaNoWriMo wordcount komen. Namelijk 40.000 woorden. Dus in zekere zin ben ik echt goed op weg. Aan de andere kant, vorige week was wel een week waarin ik, niet echt heel goed mijn best heb gedaan. Want dinsdag heb ik eigenlijk veel te weinig geschreven. Veel minder dan dat ik had bedacht. Woensdag heb ik niks aan het NaNoWriMo project gedaan. Of bijna niks. Donderdag was wel een goede dag. Nog steeds wel minder dan ik had gewild. Maar ik ben wel heel tevreden met dat ik die dag gewoon echt 3 hoofdstukken heb geschreven of zo. En zaterdagavond
heb ik ook geschreven, zoals je hebt kunnen zien in die video die ik daar heb opgenomen. Ik was aan het oppassen en ik heb ik heb echt wel flink bijna een heel hoofdstuk afgemaakt. Dat hoofdstuk is nog niet helemaal af. Aan de ene kant had ik zoiets, dat ga ik vandaag proberen af te maken. Maar aan de andere kant, het kan echt super goed werken om midden in een hoofdstuk, zelfs midden in een zin, te stoppen met schrijven. En dan, als je veel en lang kunt schrijven, verder gaan. En dat kan ik vandaag helaas niet, want ik moet vanmiddag werken in de boekwinkel. Ook heel erg leuk. Maar ja, dat is dus minder schrijftijd. Ik hoop deze week echt wel een goede week te kunnen hebben wat betreft Camp NaNoWriMo. Dat ik in ieder geval net zoveel woorden als vorige week schrijf, maar het liefst dus nog veel meer. Maar daar, of tenminste niet specifiek over deze week, maar ik ga je nog in een video vertellen hoe Camp NaNoWriMo nu is afgelopen voor mij. In augustus komt die video een keertje online, ik weet niet precies de datum. Maar dan ga ik je meer vertellen en dan hoop ik er ook aan te denken om te vermelden hoe de tweede, derde en vierde week van Camp NaNoWriMo ging. Ik ga nu in ieder geval heel gauw stoppen met filmen en verder schrijven aan allerlei andere projecten. Waar je vast al het een en ander over gaat zien op mijn YouTube kanaal. Vond je dit nou een leuke video? Geef hem dan een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, maar wil je geen video meer missen? Abonneer je dan zeker even. En maak er vandaag een super mooie dag van.